Bart Jansen, de eerste wedstrijd met inzet en meteen een goede afloop. Ja, dat is altijd leuk om zo te beginnen. Hè. Nu, we krijgen een dom doelpunt nog binnen op het laatste, maar als we de hele wedstrijd bekijken, denk ik dat wij zeker een vaste kwalificatie verdienen. Jullie begonnen enorm gretig aan die wedstrijd, maar na een kwartier zakte het een beetje terug na dat openingsdoelpunt. Ja, dat klopt, maar het was ook een beetje de afspraak. We hadden afgesproken om 10 à 15 minuten met een hoge pressing te starten, omdat ik vond in de oefenwedstrijden dat we soms moeilijk in de wedstrijd konden geraken. En dat was echt de plan en dat is goed meegevallen. Hoe moet dit verder nu met dit ASV Geel? Want volgende week waarschijnlijk tegen Racing Mechelen, hè? Oh, dat weet ik nog niet. Hè. Het is morgen nog altijd Nijden Racing Mechelen. Dus voor ons blijft dat een wedstrijd bij een uitdaging. Maar we blijven gewoon verder werken deze week. Ik kan niks zeggen van de jongens qua werkkracht in de week. Er wordt heel goed gewerkt. Alleen moeten nog progressie maken. Dat is heel duidelijk. Je bent van nul moeten beginnen. Dat is niet eenvoudig. Op hoeveel termijn denk je dat deze ploeg er gaat staan? Oh, dat is een heel moeilijke. Ik denk dat we vooral moeten gaan werken aan het leren mannenvoetbal spelen. We hebben een heel jeugdige ploeg en je merkt in bepaalde situaties dat soms het jeugdvoetbal er nog in zit. Dus die stappen moeten we eerst gaan zetten en dan kunnen we zeker op onze organisatie, die vind ik al vrij goed staat, kunnen we verder bouwen naar aanvalspatronen toe. Had je de tegenstander vandaag zo stevig verwacht? Want het waren wel stevige binken, hè? Ja, toch wel. Manu en ik zijn de vorige week gaan bekijken en er was maar één ding wat ik vreesde. Stilstaande fases, hoge ballen, duelkracht, tweede bal. En dat is ook gebleken, hè. Dus daar hebben we een paar domme fouten gemaakt van vrije trappen die we eigenlijk niet moesten geven. Maar toch uiteindelijk zijn ze gevallen. Maar goed, de jongens hebben het tot een goed einde gebracht en dat is nu het belangrijkste. Probeert ze door dat viriele spel de jonge ploeg een beetje uit balans te brengen, denk je? Absoluut. De maturiteit van hun was na een half uur zichtbaar en begonnen ze allerlei fouten te veinzen, uit te lokken. Ze probeerden ons kaarten aan te smeren en we zijn er een paar keren eigenlijk wat dom ingelopen. Maar goed, ik verwijt mijn jongens niks. Dat is het leerproces en dat gaan we samen proberen tot een goed einde te brengen. Bij momenten was het op het randje, hè, van die luren. Absoluut. Ik denk dat de scheidsrechter bij bepaalde momenten iets korter moest gaan op het spel spelen. Want er valt nu één rode kaart, maar er zijn toch wel een paar tackles langs achter geweest die naar het rode toe gingen. Oké, bedankt Bart Jansen en proficiat met deze eerste belangrijke zege toch. Dank u wel.